Het Duitse Pak 38 kanon is donderdag teruggeplaatst onder de Belvedere in Nijmegen. De restauratie van het kanon was ter voorbereiding op de herdenking van 75 jaar Market Garden die eind februari plaatsvindt. Het heeft bijna een vol jaar geduurd totdat het kanon tot zijn originele staat gerestaureerd was. En nu staat het weer op dezelfde plek waar het voorheen stond. Het is compleet hersteld tot de staat waarin het na de oorlog was, inclusief de kogelgaten die de geallieerden erin geschoten hebben.